Jongeren gaan steeds minder naar discotheken. Maar naar waar gaan ze dan wel? En hoe komt het dat discotheken niet meer zo geliefd zijn? Dat zijn plaatsen waar we minder voor kiezen. Waarom? Nee, we zijn heel veel thuis, we zijn heel veel gewoon onder elkaar. En als we dan uitgaan, dan gaan we uit naar een locatie waar je op dat moment echt wel moet zijn. Vandaar ook het succes van heel veel pop-up cafés, restaurants, feestjes. Je moet op dat moment moet je er aanwezig zijn, want morgen is het gedaan. Hè? En dat, ja, als je dan minder uitgaat en meer selectiever bent, dan gaan we meer kiezen voor ja, net evenementen, concepten die tijdelijk zijn en niet naar iets gaan ja, die er morgen ook wel zal zijn. Discotheken zijn vaak duur. Voor veel jongeren speelt geld een grote rol bij de keuze waar ze uitgaan. Daarnaast gaat het ook over puur financieel. Moeten we wel zoveel euro's geven voor een drankje? Dus je hebt ook het financiële aspect van niet meer naar traditionele clubs gaan. Misschien zijn ook een aantal clubs niet echt geëvolueerd. Zitten we nog altijd een beetje in de jaren 90 vibe. En heb je niet zozeer aanpassing gehad naar wat de mensen vandaag de dag verlangen van een club. Ik ga meestal op café weg, want discotheken, dat is veel te duur eigenlijk voor wat het eigenlijk maar is. Ik ga niet echt naar discotheken, omdat dat eerst en vooral een inkomenprijs heeft, wat nog redelijk duur kan zijn. En dat mij ook niet echt interesseert eigenlijk. Ook hebben jongeren tegenwoordig liever kleinschalige feestjes. Dus wij hebben een onderzoek mogen voeren in een aantal steden, in Nederland en in België. En dat het bleek dat jonge mensen voornamelijk op zoek zijn naar 5 zalen voor 20 man. Concertzalen voor 50 man. Dus je ziet het, die zoektocht naar kleinschaligheid, waar dat ze met een kleine groep van mensen kunnen samenkomen en op een betaalbare manier gewoon een feestje kunnen organiseren, zonder meteen de politie op hun dak. Dat is iets dat echt wel meer en meer leeft. Ik ga eigenlijk niet naar discotheken, omdat in waar ik woonde was dat ook een beetje te ver uit de buurt. En ik vind dat net iets te veel volk en niet altijd mijn stijl van muziek ook niet. Discotheken kunnen aanpassingen doen om terug meer jongeren aan te trekken. In het buitenland zijn hier al enkele voorbeelden van. Je ziet internationaal een aantal heel interessante fenomenen opduiken. Eén, vroeger open doen, dus iets van 8 uur, vaak in combinaties met restaurants. Je ziet ook heel wat clubs die veel opener, veel meer licht gaan binnenhalen. Dus dat je echt, waar dat design belangrijker wordt. Combinaties met restaurants, combinaties met galerijen ook. Dus dat je een soort van club zet waar je ook expo-ruimte hebt. Zo kwam er in Londen een club op een wel heel speciaal idee. We hadden een heel tof concept gezien in Londen waarin dat ze alcohol consumeren door de lucht. Een behoorlijk zot concept waarin dat je eigenlijk rondloopt in een wolk van alcohol. En best gewoon de hele tijd water drinkt, want gewoon ademen is consumeren van alcohol. Dus ik denk dat je wel compleet zotte, maar ook heel mooie concepten kunt bedenken voor clubs die verder gaan dan enkel gewoon een donkere plek waar een DJ staat en heel veel lichteffecten heeft.